Kaddish, het gebed voor de rouwende, uitgesproken op 19 april 2015, na het leggen van 24 stolpersteinen in Raalte. Nabestaanden van weggevoerde en niet teruggekeerde Joodse inwoners en belangstellenden verzamelen zich die ochtend in het Annehuis. We gaan op de eerste plaats naar de Marktstraat. Daar stond vroeger een huis. In dat huis woonde de familie De Lange. Voor hen gaan we 4 stolpersteinen. Het stolpersteinenproject in Raalte is een initiatief van Dini Heidenrijk. Als leerkracht op de basisschool De Korenbloem keek ze uit op de Joodse begraafplaats. Dat wekte haar belangstelling en resulteerde in adoptie door De Korenbloem van deze begraafplaats. Elk jaar in de maand april, eind april, houden we hier met De Korenbloem een herdenkingsactiviteit met de groep 8 bij deze gedenkzaal. Er worden dan, in ons geval katholieke school, een krans gelegd. De kinderen lezen de namen voor van de Joodse mensen die omgekomen zijn. En de kinderen lezen een paar zelfgemaakte gedichten voor die behandeld zijn op school in het thema vrijheid. Samen met oud-archivaris Anton Heimriks, die al meer onderzoek naar de Joodse gemeenschap had gedaan, richtte ze de werkgroep Stolpersteinen op, naar een project van de Duitse kunstenaar Günter Demnig, die in 2014 zelf aanwezig was om de eerste 13 stenen in Raalte te leggen. Deze dag is dus een vervolg op het leggen van die 13 stenen op 9 april 2014. En de vraag is: wat is eigenlijk de achtergrond van het stolpersteinen leggen? De achtergrond van het leggen van de stolpersteinen is eigenlijk niets meer en minder als het terugbrengen van de namen van de mensen die dus in de oorlog zijn weggevoerd en in de concentratiekampen vermoord zijn, enkel omdat ze Joods waren, om die weer terug te brengen in de gemeenschap daar waar ze uit verdwenen zijn. Die gemeenschap, uit hoeveel personen bestond die? Dat is nogal wisselend. In de loop van de jaren zijn er dus veel Joden ook weer vertrokken. Even kijken, in 1748 telde Raalte 11 Joden. Dat is niet veel. In 1809 nog maar 3. En als we dan verder gaan kijken, in 1869 waren er 52. 1899 65 Joden. En voor de oorlog in 1930 waren er nog 46 Joden. En na de oorlog bleven er nog uiteindelijk maar 5 over. Zij zijn het die vandaag geheel belangeloos voor ons de stenen gaan leggen. En dat mag ook wel eens gewaardeerd worden, vind ik. Bijzonder vind ik. Maar oom, pa en oma hebben in een witte huisje gewoond. Die hebben de oorlog gelukkig overleefd. Haar moeder is ook hier geboren. Dus jouw overgrootvader en jullie vet overgrootvader. En de moeder die daar dus gewoond heeft. Mag ik? Het gezelschap gaat op weg naar de Plaskerk.
Daar geeft Maarten Peters samen met Ko Vergouwen op piano en met beeldcollages van Margriet Eshuis een bijzonder concert, genaamd Bevroren Tranen. Tijdens dit concert noemen Dini Heidenrijk en Anton Heimericks de namen van alle tussen 1940 en 1945 weggevoerde Joodse inwoners van Raalte. Roosje de Lange, Sobibor, 79 jaar. Rebecca de Lange, Sobibor, 36 jaar. Ruben de Lange, Mauthausen, 37 jaar. Willem de Lange, Auschwitz, 42 jaar. Jacob, oftewel hier raadt het meer bekend als Jan de Lange, Auschwitz, 44 jaar. Elisabeth Seidje de Lange, Auschwitz, 34 jaar. David Moses de Lange, Auschwitz, 8 jaar. Mozes David de Lange, Auschwitz. De laatste steen, die moet nog gelegd worden. Die gaan we leggen op de avond van de Kristallnacht in 9 tot 10 november dit jaar. Dat is Nathan de Lange, omgebracht in Sobibor, 73 jaar. Verder zijn inderdaad nog 34 geboren Joden elders weggevoerd en vermoord, waarvan sommigen tot op heden alle stolpen zijn hebben gekregen, anderen dat hopelijk nog eens krijgen. Gelukkig zijn er in Nederland hele mooie initiatieven om dat getal terug te brengen naar begrijpelijke proporties en dat het duidelijk wordt dat achter elk getal een naam zit van mensen, mensen, mensen. En Raalte vind ik echt, en dat zeg ik echt niet in elke plaats, jullie zijn echt een lichtend voorbeeld, want ik ken geen enkele stad, maar hier zal het misschien beter weten, waarvan elke Joodse mens een stolpersteen is geplaatst. En ik weet dat jullie straks bij de Kristallnacht de laatste stenen plaatsen. En dan zijn al de 38 mensen hebben hun eigen stolpersteen. Dat is een prachtig mooi initiatief. Zoveel boeken.
zoveel.